En een groep van 30 geselecteerde studenten van het NATIN begint op maandag 31 oktober aan het olie- en gaskopprogramma dat ze binnen 18 maanden moeten hebben gevormd tot startbekwame technici. De ceremoniële start van het olie- en gaskopprogramma was vanmorgen op het scholencomplex aan de Jagannath Lajmanstraat. Brian Tukimin, algemeen coördinator van het NATIN, sprak de studenten moed in om de sector te helpen bloeien. Cursisten, jullie hebben succesvol deelgenomen aan de selectie voor dit kopprogramma Oil & Gas. Jullie opleiding zal in totaal 18 maanden duren. En gedurende deze periode worden jullie opgeleid tot startbekwame technicians voor de offshore oil en gas industrie in voornamelijk Suriname. Wij spreken de hoop uit en wij twijfelen ook niet daaraan dat u na deze opleiding ongetwijfeld uw bijdrage zal leveren aan de ontwikkeling van ons geliefde land Suriname. En dat u in dat traject de geldende normen en waarden op het NATIN ook buiten het NATIN als ware ambassadeur van het NATIN uitdraagt. Tot slot wens ik u namens het totaal NATIN team heel veel succes toe tijdens de opleiding in het topprogramma Oil & Gas. Staatsoliedirecteur Anand Jagisser zegt dat hij tevreden is met de aanpak van de belanghebbende organisaties om het programma mogelijk te maken. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat Staatsolie de opdracht goed heeft begrepen om studierichtingen olie en gas op alle niveaus op te zetten. Ik mag u zeggen dat we inmiddels al meer dan een miljoen hebben geïnvesteerd. Miljoen US dollar. Hè? Omdat de mensen hebben geïdentificeerd dat praktijkonderwijs erg belangrijk is. Dus je kan geen theorie volgen, dan heb je geen machines om op te oefenen. Nou, ik mag u vertellen, meneer Alain, u weet dat die machines zijn erg duur. Maar we geloven er ook in en we gaan het blijven doen. En we gaan jullie blijven helpen. En het programma gaat gewoon door met de buitenlandse oliemaatschappijen. En met een subsanning, maar NATIN'ers zijn enorm populair onder het Surinaams bedrijfsleven. En ik mag u vertellen dat bij Staatsolie alleen al meer dan 200 NATIN'ers werken. Dat is meer dan 20% van de hele workforce. Dus jullie zijn gewoon belangrijk, hele praktische opleiding. En we gaan jullie helpen om het nog geweldiger te maken. En natuurlijk, directie Staatsolie en bedrijfsleven moet ook zorg dragen als we eenmaal die leveren gaan aanleveren. Geïnvesteerd door ons, geïnvesteerd door Staatsolie, geïnvesteerd door de regering, geïnvesteerd door de International Oil Companies, dat ze ook behouden. En niet dat ze verdwijnen in de vorm van brain drain. En weer een ander probleem gaan krijgen. Dus we moeten ook rechtspositioneel de zaken goed regelen van deze doelgroep tegen de achtergrond van die oil en gas. Jagisser zegt dat met deze cursus de internationale standaarden zullen worden nagestreefd. De hoop is dat uit deze groep of andere NATIN-studenten toekomstige leidinggevende posities bij Staatsolie zullen bekleden. De groep studenten aan het programma bestaat uit geslaagden van de NATIN-richtingen werktuigbouwkunde, elektrotechniek en procestechniek. Het uiteindelijk doel is om na ongeveer 3 jaren dit kopprogramma te integreren in het regulier programma van het 4-jarige NATIN.